Wij draaien gewoon een reguliere dienst. En in reguliere dienst hebben we allerlei meldingen. En we hebben ervoor gekozen om die burger wat dichter te betrekken bij ons politiewerk. En zodoende kunnen mensen ons echt live volgen. En dat doen we door stukken te posten op Facebook, waar wij mee bezig zijn. Dat ze af en toe een foto bij kunnen komen. En zo gaan we de dag, en dat weten we niet wat er gaat komen, gaan we de dag volgen. Wat voor vragen zou dat kunnen zijn? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, kijk, als wij naar een woninginbraak gaan, is het mogelijk dat mensen vragen hebben over welke partijen zijn allemaal betrokken bij zo'n inbraak. Dus is het alleen de politie? Wordt er een buurtonderzoek gehouden? Hoe hou je dan een buurtonderzoek? Als de mensen niet thuis zijn, wat doe je dan? Of onze forensische opsporing van die dienst dat die ook gaan komen. Die gaan onderzoek, technisch onderzoek doen. Nou ja, dan kunnen wij de mensen meenemen in dit soort werkzaamheden. Doen jullie dat nou ook om het imago van de politie te verbeteren? Want ja, er wordt wat afgevoeterd op de politie. En met de jaarwisseling zag je ook weer bedreiging van hulpverleners. Is dat ook de achtergrond? Nou, het is niet de doelstelling van vandaag om aan imagoverbetering te doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goed imago voor de politie van groot belang is. En ik twijfel er niet aan dat mensen goed weten waar wij mee bezig zijn. En wat ons werk is en wat daarachter zit. Dan zal het zeker bijdragen aan imago.